Jacques Roemer, gefeliciteerd. De Jan Klaassens Award. Laat hem eens even zien op camera. Dit is hem. Is hij zwaar? Zo, ja, dat wordt nogal onderschat, hoor. Krijgt hij een plekje op de schoorsteenmantel thuis? Nou, dat niet, maar ik denk dat ik hem mooi in mijn kamer zet. Een mooi plekje. Hey, wat doet het jou, zo'n prijs? Ja, heel veel. Dat is gewoon het vertrouwen vanuit de club. Het voelt als een bevestiging. En ik kom in een mooi rijtje terecht, dus ik ben enorm tevreden. En is het een beloning voor al jouw hard werken in de afgelopen jaren? Ja, zie je het ook zo? Ja, zeker. Dat doet me heel veel goed. En dat krijg ik alleen maar vertrouwen van het komende seizoen. Vandaag de wedstrijd gespeeld tegen Panathinaikos. Toch een Griekse topclub. 2-2. Wat zegt jou dat? Ja, ik vind dat we als team een goede wedstrijd gespeeld hebben. Verdedigend stonden we goed. In de eerste helft hadden we wat moeite met kansen creëren. Al kregen we wel een goede goal. Alleen jammer dat je het voor rust weggeeft. Maar de tweede helft herpakken we ons. Alleen jammer dat we op penalties moeten verliezen. Wat zeg je van je eigen optreden vandaag? Na het ontvangen van de Jan Klaassens Award? Ja, ik heb mijn kansen meegepakt. Ik ben blij met mijn assist. Alleen ja, toch zonde dat we hem op penalties verliezen. En nu richt je op de competitie. Aanstaande zondag tegen NAC. Hoe ga je daarin? Ja, met veel vertrouwen. En als we vandaag spelen, volgende week, dan heb ik er een goed gevoel over. Jacques, heel veel succes. Dankjewel.